Welkom bij het instructiefilmpje voor de Navigator. Wanneer we de draagtas van de Navigator openen, dan valt direct op dat zowel de klep van de boot als het klepje van de handzender nog aangebracht moeten worden. Ditzelfde geldt voor de accu van de boot en de batterijen of de accu van de handzender. De reden dat we ervoor kiezen om de klep zowel van de boot als van de handzender altijd te verwijderen, is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vocht wordt blootgesteld aan de printplaten van de boot en we dus een langere levensduur hebben en meer plezier van onze boot. We beginnen met het plaatsen van de loodplaat in de boot. Deze komt onder de accu te liggen. De reden dat we die loodplaat aanbrengen is om de vaareigenschappen van de boot te verbeteren. Nadat we de loodplaat hebben aangebracht, zetten we de accu in de boot, bovenop de loodplaat. Vervolgens verbinden we de gele connectoren met elkaar. Bekijk even goed hoe die in elkaar passen, want dit kan maar op één manier. Wanneer we de accu hebben aangesloten, plaatsen we de klep op de boot. Voordat we de klep plaatsen, checken we goed de rand van de boot en het rubber van de boot of hier geen voerdeeltjes zijn achtergebleven. Wanneer we dit gecheckt hebben, leggen we de klep op de boot en draaien we die vast middels de 4 bijgeleverde schroeven. Wanneer we de schroeven aan gaan draaien, doen we dit kruislinks en hoef je hier niet onnodig veel kracht voor te zetten om deze aan te draaien. De volgende stap is het plaatsen van de 4 batterijen in de handzender. Dit doe je simpelweg door ze op de juiste manier erin te zetten en even goed op de plus en de min te letten. Wanneer ze erin zitten, sluiten we ze af met het klepje, draaien we de zender om en schuiven we de middelste knop omhoog. Wanneer de handzender aanstaat, zul je zien dat er een rood lampje gaat branden. Vervolgens zetten we de boot aan door de rechterschakelaar in te drukken. In tegenstelling tot een hoop andere producten staat de schakelaar, wanneer deze is uitgeschakeld, ingedrukt. Dit is om te voorkomen dat er voerdeeltjes in de schakelaar gaan zitten. Staat de rechterschakelaar dus uit, dan betekent dit dat de boot is ingeschakeld. Wanneer jouw boot is uitgerust met een dieptemeter, dan schakel je nu dus ook de linkerknop in door deze in te drukken, zodat die naar buiten staat. Wanneer je dit gedaan hebt, hoor je het roer van de boot in positie komen en dit betekent dat die verbonden is met de handzender. Middels de rechterschakelaar kun je de voerbakken bedienen. Beweeg je de schakelaar naar links, dan zal de linkervoerbak opengaan. Beweeg je de schakelaar naar rechts, dan zal de rechtervoerbak opengaan. Bij het dicht doen van de voerbak hou je je hand onder de boot bij de klep. Vervolgens doe je op je handzender voor de linkerbak de schakelaar naar links. Druk je de klep dicht, laat je de schakelaar weer los en zal het pinnetje onder de klep schuiven, waardoor de klep is vergrendeld. Tevens is de Navigator uitgerust met 2 backlet droppers. Deze bevinden zich aan de linker en rechterzijde van de boot. Middels de rechterhendel naar boven en naar beneden te doen, kun je deze backlet droppers bedienen en komt het pinnetje vanzelf weer in positie. De backlet dropper maakt het mogelijk om een toplootje een meter of 10-15 voor jouw richt te plaatsen. Dus in de praktijk betekent dat je eerst het toplootje laat zakken middels je backlet dropper, een eindje doorvaart en vervolgens je richt uit de voerbak gooit. Gas geven, sturen en achteruit varen doen we met de linkerhendel van de handzender. Deze kun je met 1 hand bewegen en het voordeel hiervan is dat je je rechterhand vrij hebt om je hengel vast te houden wanneer je je rig uitvaart met je voerboot. Wanneer je op je stek bent aangekomen en je rig wil droppen, doen we de rechterschakelaar naar links, zodat de linkerbak open gaat en je rig wordt gedropt. Wil jij je andere voerbak op een later moment droppen, dan kan dat dus. Vaar je een stukje verder, doe je de rechterschakelaar naar rechts en drop je de rechter voerbak. Middels de schakelaar linksvoor op de handzender kunnen de standaard leds en het grote zoeklicht aan en uit worden gezet. Door de schakelaar eenvoudig heen en weer te bewegen, zal de boot je automatisch alle verschillende opties laten zien. Bij het inschakelen van de verlichting zullen ook de verschillende leds oplichten die een indicatie geven van de accuspanning. Elke led staat voor 25% van het totale vermogen van de accu.
De standaard LED-indicatoren zien er als volgt uit. Groen, oranje, twee keer rood. Het is tevens mogelijk om de vier LED-lampjes te vervangen voor een meer accurate digitale accu-indicator. Het uitzetten van de boot doen we als volgt. Druk de schakelaar aan de rechterachterzijde van de boot in om deze uit te zetten, gevolgd door de schakelaar linksachter op de boot wanneer er sprake is van een dieptemeter. Tevens is dat ook het moment dat je je tablet even uitzet. Schakel vervolgens als laatste de handcenter uit. Dit doe je door de centrale knop naar beneden te schuiven. Wanneer jouw vissessie ten einde komt, is het altijd raadzaam om de accu uit de boot te verwijderen. Dit is om twee redenen. Eén, weet je zeker dat er niks mee kan gebeuren. En twee, zorg je er hiermee voor dat er eventueel vocht uit de boot meteen kan verdwijnen. En dit dus altijd ten goede komt van de printplaten van de boot en alle andere elektra die aanwezig is. Zoals je ziet is deze Navigator uitgerust met een T6L handzender. Deze handzender wordt standaard bij de Navigator geleverd. Tevens is het mogelijk om de handzender te upgraden naar een T6K. Wil je graag zien wat de voordelen van de handzender zijn? Bekijk dan de video van de Navigator Mini.